allemaal. Het is vandaag weer tijd voor een nieuwe AliExpress shoplog, want we hebben weer allemaal leuke dingetjes binnengekregen en we kunnen echt niet wachten om het aan jullie te laten zien. Het zijn namelijk allemaal hele leuke gadgets. Nou ja, gadgets zijn gadgets. Ja, weet je wel. Maar wel iets meer kleding of zo dit keer. En ja, een beetje in het sportthema, maar niet allemaal. Dus no worries. En ik moet ook zeggen, ik vind onze AliExpress shoplog zelf ook heel erg leuk, omdat we best wel wat AliExpress shoplog nu hebben gedaan, shoplogs. Maar ze zijn elke keer met andere allemaal dingetjes. Allemaal anders, ja. We hebben altijd wel weer een nieuwe reden van, nu ga ik in dit thema wat dingetjes zoeken en dan in één keer bestellen en dan komt alles weer binnen. Ja, dus ik hoop dat jullie het ook waarderen, dat we gewoon verschillende soorten dingen uitproberen op AliExpress, zodat je een beetje weet van, dat is totale crap, dit is misschien leuk. Ja. Eigenlijk tot nu toe zijn we bijna altijd wel echt positief, dus ik ben heel benieuwd wat we van deze items weer gaan vinden. Nou, laten we maar meteen beginnen. Het eerste dat we hebben besteld is dit dingetje. En dit is een gadget die je op je fiets kan vastmaken. En dan kan je telefoon erin klikken. En dat is super nerdig. Maar ook super handig voor als je, net als ik, altijd verdwaalt. Maakt niet uit hoe vaak ik ergens kom. En je hebt gewoon altijd Google Maps nodig bijvoorbeeld. Ja. Hier kan je telefoon erin klikken. En het kan dus waarschijnlijk ook met de 7 Plus. Ja, inderdaad. Het gaat echt vet geholpen, dus je kan je iPad er wel in kwijt. Dan kan je dus je telefoon erin klikken, draai je hem hier vast en dan zet je deze op je stuur. Ik denk dat het ook wel veilig is, want eigenlijk zit ik altijd met mijn telefoon in mijn hand op de fiets. Ik ben echt veel te veel. Oh, ik ben echt aan het multitasken. Dat kan ik gewoon niet. Nee? Nee. Oh, ik ben echt niet te stoppen eigenlijk. Ik ben heel erg benieuwd hoe die werkt. We gaan de vlogcamera er weer bij pakken en dan ga je dit ook zien. Oh ja, dat is makkelijker. Als je hem even met één hand dicht doet en aan de andere kant kan je dan draaien. En als je hier aandraait, dan kijk, nu is hij heel soepel. Oh ja. En dan zet je hem een beetje vast. Dus dit kan je vastdraaien. Oké, dus zo ziet het eruit. Het ziet er wel heel... Ja, het is heel nerdig. Laten we het zo... Misschien is het beter alleen voor op reis. Want misschien wil je niet gespot worden. Ik ken niemand hier, ja. Okay, we hebben hem even een stukje gedraaid. Want dan gaat daar even een stukje filmen terwijl ze aan het fietsen is. En dan gaan we even kijken hoe hij doet. Nou, ik ben heel eventjes aan het fietsen. En misschien dat ik even wat stoepjes ga pakken. Volgens mij doet hij het echt super goed. Hier komt een stoep. Nou, gered. Nou, deze gadget kost €2,75. Voor dat geld hoef je het dus ook niet te laten. En wat ik ook nog eventjes wilde zeggen is dat zoiets ook super handig is om gewoon in je tas te gooien. Als je bijvoorbeeld op een citytrip gaat en je bent van plan om te gaan fietsen in die stad. Dus ik kan niet wachten om weer een nieuwe citytrip te gaan doen en dat we deze ook daar gaan uitproberen. Het volgende dat we hebben besteld is een sportlegging. En dit is de eerste keer dat ik hem eigenlijk nu in mijn handen heb. Ik heb hem nog niet, dit is echt mijn eerste indruk, zeg maar. En ik ben heel erg benieuwd, want de recensies waren heel erg lovend. Maar ik vond het wel heel erg moeilijk om op AliExpress een betaalbare sportlegging te vinden die ook nog squat-proof zou zijn. Ja. En volgens mij was die wel squat-proof. En wat is squat-proof daar? Ja, squat-proof is zeg maar dat als je gaat squatten dat je niet je hele string er doorheen ziet. Hij ziet er echt heel dun uit. Als ik zeg maar zo doe, dan kan ik gewoon alsnog alles er doorheen zien. Ja, hier ook. Hier zit dan... Dit is wel echt heel leuk met die stipjes. Heel leuk, ja. Maar de stof zelf voelt... extreem dun aan. Ja, maar het voelt ook een beetje alsof ik hier echt extreem in ga zweten. Maar goed, deze kostte €4. Dus dat is echt geen geld. Nee. Dus nou, ga het meemaken. Dit is de legging. Het ziet er wel heel erg grappig uit met die patroontjes. En zo ziet hij er dus uit. Hij is wel lekker lang. Ik heb vrij lange benen en hij komt wel goed tot beneden. Maar... Oh my god, hij schijnt zo erg door. Kan je dat zien? Dit is mijn ondergoed, wat je hier ziet. En de voorkant schijnt dus door, maar de achterkant is nog veel erger. Je kan het al zien als ik niet eens squat. Even kijken hoor. Ja, zie je dit? Het kan echt niet eigenlijk. Dus het is jammer dat hij niet bruikzaam is, omdat hij zo ontzettend doorschijnt. Maar ja, ik zou hem wel kunnen dragen met een heel lang shirt eroverheen. Maar dat doe ik niet in de sportschool, zeg maar. We blijven even in het sportthema, want ik heb hier het volgende item in mijn hand. En dat is een sport-BH. En hij ziet er zo uit. Zo op het eerste gezicht voelt hij echt best wel goed aan. Maar ja, hij zit er hele mooie bandjes op, die je ook trouwens los kan halen. En hij heeft van die cups erin. Dat vind ik ook altijd heel erg prettig. Ja, en de achterkant is dan een racerback. Ja, ziet er goed uit. Voelt wel stevig. Er is een openingetje ook hier, dat is ook wel heel erg leuk. Super goed uit voor het geld. Ja, want hij kost maar €2,79. Nou, ik heb hem eventjes aangetrokken en ik vind dat hij comfortabel zit. Ik heb een maatje S. Hij zit niet super strak of zo. Hij zou misschien zelfs nog iets kleiner kunnen. Maar hij zit wel strak genoeg. En de achterkant ziet er zo uit. Ik vind hem eigenlijk best wel mooi. Zeker voor die prijs.
En de cups die voelen ook goed aan. Ja, wat mij betreft goedgekeurd. Het volgende item is een barbell pad. En ik hoor denken, wat is dit? Het is eigenlijk gewoon een schuimbuis die je over een metalen barbell zet. Barbell, gewoon zo'n staaf toch? Als je zeg maar in de fitnesscel kan je gewoon een beetje gewicht heffen. En daar doe je deze dan overheen. En als je gaat squatten dan leg je hem in je nek. Dus dan zet je hem eroverheen en dan doet je nek wat minder pijn als je zeg maar zo aan het werk gaat. En je hebt in de fitnesscel heb je ook wel van die dingen liggen. Maar ik vond het gewoon best wel een vies idee. Ook al zit er een handdoekje overheen van een ander, dat toch een ander er echt op zit te zweten. Keer op keer op keer op keer. Dan heb je dat ding dan ook in je nek hangen. Dat is toch wel... Ja, en ze zijn vaak toch wel een beetje wat dunner geworden. Omdat ze natuurlijk heel veel worden gebruikt. Dus soms vind ik het alsnog gewoon best wel pijn doen aan mijn nek. En voor de prijs kon ik het ook niet laten. Want deze kostte maar €3,30. Dus ik dacht, deze die past makkelijk in je sporttas. Kunnen we gewoon meenemen. Kunnen we een beetje afwisselen met elkaar. Ja. En dan... En voelt ze lekker dik aan. Het voelt wel echt chill. Goed, hè? De chill aan. De kwaliteit ziet er goed uit. En ik ben heel erg benieuwd hoe het werkt. We gaan het straks testen. Dat gaan we het zien. Volgende item zijn een paar oordopjes. En oordopjes, we luisteren echt heel vaak muziek. Dus die oordopjes gaan bij ons soms nog best wel snel. Dus het leek ons leuk om eventjes een paar nieuwe oordopjes uit te proberen. Gewoon van AliExpress, omdat het lekker betaalbaar is. En deze zien er ook nog eens heel erg goed uit. Het draad is een soort van speciaal gedraaid. Ja. Ik denk dat ze dit expres hebben gedaan, want het lijkt alsof deze gewoon eigenlijk amper in de knoop kunnen gaan. En dat is echt een hele dikke vette plus. En hij voelt gewoon echt lekker stevig aan. Mijn vorige oordopjes zijn gesneuveld omdat ik mijn fiets op slot deed en toen viel één dopje uit mijn oor. Die zat half tussen mijn benen en toen liep ik weg en toen trok ik dat hele ding gewoon kapot. Ik denk dat het hiermee iets minder kan, het voelt wel echt stevig. De kwaliteit voelt echt super goed aan en dit is de variant met gouden oordopjes. Deze zijn ook in-ear dingen. En wat ook wel handig is, dat je aan de bovenkant heb je een blauw en een roze. Rood. Oh ja, rood is voor rechts. Want dat begint allebei met een R. En blauw is voor links. Dat is een heel leuk ezelsbruggetje. En wat ook wel chill is, is dat er zo'n soort microfoontje aan zit. Dus mocht je gebeld worden terwijl je muziek aan het luisteren bent, kan je ook met een knopje die hierop zit opnemen en hier doorheen praten. Zodat je niet helemaal je oordopjes eruit hoeft te halen. En deze kostte maar €3,52. Je had ze ook in zilver en volgens mij ook rose gold, maar dat weet ik niet 100% zeker. En ik heb ze al eventjes getest. Het geluid is wel echt heel goed, vond ik. Het volgende item is een klein beetje een uitprobeersel. Ik ben namelijk heel erg fan van ronde zonnebrillen. Ik denk dat ik al iets van 3-4 jaar ronde zonnebrillen draag van Ray-Ban. Dus dat zijn echt mijn go-to zonnebril. Eigenlijk draag ik bijna geen ander model. Maar toen zag ik laatst op Instagram dat Klaartje Roos een hele leuke foto had. Waarbij ze wat kleinere zonnebril op had. Wat eigenlijk... Weet je, uit de jaren 90 komt denk ik. Ja, Negan heeft het ook heel erg trouwens. Negan inderdaad. En bij die meiden stond het gewoon super cool. En ik dacht, weet je wat, ik probeer wel een keertje wat anders. Even kijken of het cool kan zijn. Even kijken of ze het op AliExpress hebben om het gewoon te proberen. Ik heb er eentje gevonden voor €3,71. Ik dacht, het is wel leuk om te proberen. Ik kreeg hem binnen en ik dacht, nee, dit kan echt niet. Dit gaat toch niks worden? Ja, ik weet niet, ik heb het nog niet gezien. Dus ik ben benieuwd hoe die staat. Je hebt wel een zonnebril gezegd volgens mij. Mijn vriend zei, wow, heb je Matrix zonnebril? Ja, dat is wat ik dacht, denk ik, naar het zakje keek. Ben je er klaar voor? Ja. Ik kreeg gewoon flashbacks van 1992. Oh, wat erg. Het staat echt voor een meter, hè? Het staat niet eens een beetje cool. Maar hoe... Ja, maar op beeld vind ik het minder cool staan dan als ik zeg maar het nu zie. Zeg maar, als ik het nu zie is het zo van, oké, je hebt zeg maar een ronde zonnebril die een beetje plat geslagen is. Maar moet ik hem zeg maar laag dragen dan? Of moet ik hem gewoon wel zo dragen? Dat is ook veel te klein, toch? Ik vind het niet vreselijk. Larisse, kijk naar me. Kijk hoe die bij mij staat. Ik heb een heel klein hoofdje, dus ik ben heel benieuwd. Maar ik heb geen zonnebril aan hoofd. Het staat niet heel vreselijk. Ja, op beeld is het wel inderdaad heel veel anders, hè? In het echt is het net iets toffer. Ik denk niet dat ik het zeg maar kan roken. Ik vind het niet heel slecht staan als ik het nu zo zie. Maar als ik dan daar kijk op wat jullie nu zeg maar zien, is echt awful. Dat is echt... Misschien is het een geval dat je
Ik draag mijn zonnebril, mijn haar als haarband. Oh, nu zit ik vast. Ik dacht al dat het ging gebeuren. Ja, dus ik weet het niet. Nou goed, wie weet dat je er ooit een Instagram foto van voorbij ziet komen en die is heel cool. Dan hebben we waarschijnlijk echt uren gedaan om hem cool te laten. Ja, het is misschien net de juiste hoek. Ja, maar ik denk dat hij misschien papa of mama ook wel leuk zou staan. Ja. Het volgende wat ik heb geshopt is eigenlijk gewoon een heel simpel shirt. En Larissa zei meteen, waarom? Ja, ik... Waarom heb je dat gedaan? Ik zit nu te wachten op, misschien is er nog iets speciaals wat ik als verrassing te zien krijg. Nee, het is gewoon echt een basic shirt. Ja, ik weet ook niet waarom. Ik had gewoon, ik weet niet, ik had in mijn hoofd zo van, dit is een heel cool shirt, want het heeft een vet aparte kleur en een beetje die aardetinten. Ja, de kleur is niet, de kleur is wel leuk. Maar er zit niks op. Het is gewoon echt een simpel shirt. En dat is ook niet super goedkoop. Hij kostte 7 euro. Oké. Maar ik weet niet. Het voelt wel lekker aan. Kwaliteit is goed, de reviews waren goed. Hij is mooi afgewerkt ook. Ja, ik dacht dat hij gewoon wel cool was. Het is weer eens wat anders dan grijs, wit of zwart. Nou, zo staat hij aan en de fit is heel erg goed. Het is een wat wijdere fit en daarom heb ik ook een maatje S genomen. Dat is echt wijd genoeg. En ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi staan. En de mouwen zijn lekker lang. Ik vind het wel cool staan, maar ik kan hem ook eventueel nog omrollen. En dit is dus de kleur brown. Die is een beetje, het is eigenlijk een beetje een vage roodbruine kleur. Ze hadden ook wel grijs en wit en zwart en zo. Maar dit vond ik wel een leuke, wat apartere kleur. En ik vind de kleur ook wel goed staan. Volgens mij hadden ze ook nog wel een iets lichtere bruin. Maar ik was bang dat die met mijn huidskleur niet helemaal goed zou komen. Ja, ik ben er wel blij mee. Ik vind hem wel heel erg cool. Volgende item is een echte lifestyle gadget. En ik ben super enthousiast om deze uit te proberen. Het is namelijk een... Water dispenser. Een water dispenser. En het ziet er heel erg grappig uit. En het is dus een dispenser die je dus gewoon in verschillende vloeistoffen kan hangen. En dat zou er dus voor kunnen zorgen dat het eruit komt, heel makkelijk. Ja, want op het plaatje, ik was al meteen overtuigd, dan zie je een kindje die een glas sinaasappelsap of melk tapt uit de koelkast. Dus eigenlijk is het meer zo van, als je een beetje lui bent, dan hoef je niet telkens de fles of het pak uit de koelkast te halen. Dan kan je hem zo meteen tappen. Dus je hebt een soort van tap. Ja, dus dat vind ik echt alleen. Of als je hem op je bureau legt en je op werk of zo en je wilt de hele tijd drinken trappen, dan nou ja. Dus we hebben hier een fles met water, want we dachten dat is wel iets meer safe dan sinaasappelsap of melk. Dat is dan meteen weer een beetje nasty. En hier bovenop zitten dan er twee batterijen in. AA. En wat doe ik? Gewoon zo? Ja. Moet je iets horen? Dus ik weet dat hij werkt. Waarom doet hij nou in de video dan weer net niet? Heb je een nieuwe batterij? Maar toen had ik ook dat hij het eerst niet deed, toen ineens wel. Hij doet het nu eventjes niet. Ik denk dat de camera shy is. Ik heb hem namelijk al geprobeerd thuis en hij deed het. En was het cool? En het was wel handig, ja. Dan kon je gewoon meteen uit je koelkast koud water tappen. Dus ik vond het best wel leuk. Maar alleen nu doet hij dus niet meer. Dus ik weet niet of hij nu al stuk is. Dus dat is jammer. Maar als hij het wel doet, dan zien jullie nu een beeld eroverheen van dat hij het doet. Anyways, hij kostte 3,30 euro. Dus ik hoop dat hij het nog gaat doen. Oké. 3,30 euro. Volgende item is ook een lifestyle gadget. En volgens mij kan met deze eigenlijk gewoon niks fout gaan. Het is namelijk een ophangbakje voor een spons. Super makkelijk. Het is echt gewoon een soort van driehoekje met twee zuignapjes op de achterkant. Misschien denk je, waarom heb je dit nodig? Maar het is echt super handig en ook hygiënischer om gewoon zeg maar je sponsje hierop neer te leggen, op te hangen, zodat het zeg maar uit kan druipen en dat hij niet in zijn eigen water en bacteriën blijft liggen soppen. Dus eventjes voor iedereen die thuis ook wel eens graag de afwas doet of misschien gewoon zijn eigen afwas moet doen, dan is dit wel heel erg leuk. Ja. En het kost maar 1 euro, dus... We zijn echt geld. Gewoon super fan van dit soort super makkelijke gadgets. Die ook nog heel erg goedkoop zijn. En dit past er echt precies onder. Het is gewoon leuk. Je weet gewoon van tevoren niet dat je zoiets nodig hebt in je leven. Maar ja, it's life. Dat waren weer onze geshopte spulletjes bij AliExpress. Als je Rama nog niet kent, dit is Rama. Het is de nieuwe kat van onze ouders. En die is heel even aan het logeren bij Larissa. En we dachten, we grijpen even de kans om hem te laten zien. Hallo, Mr. Fluff. Maar anyways, we vonden het heel erg leuk, al onze geshopte spulletjes. We zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. En ja, eigenlijk dat, toch? Ja, laat ons vooral even in de comments weten welk item jij het leukste vond uit deze shoplog. En wat jouw laatste aankoop is geweest. Misschien is het een broodje kaas geweest. Een blikje fris. Wat dan ook, laat het even weten in de comments. We vinden het altijd heel erg leuk om te horen. En ja, dan... Dan wensen jullie nog een hele fijne dag toe en zien jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.